U wilt uzelf of iemand in uw omgeving aanmelden voor de gemeentepolis. We lichten 5 stappen toe die u hierbij helpen. Stap 1. Selecteren van uw gemeente. Selecteer uw gemeente op de landkaart of vul de naam in en klik op Selecteer. Vul vervolgens uw persoonsgegevens in. Stap 2. Kom ik in aanmerking voor de gemeentepolis? Het is belangrijk te controleren of u in aanmerking komt voor de gemeentepolis. Houd hiervoor uw inkomensgegevens bij de hand. Is uw inkomen lager dan het getoonde bedrag? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking. Is uw inkomen hoger of heeft u een betalingsachterstand bij uw huidige verzekeraar? Dan komt u helaas niet in aanmerking. Mogelijk wordt er gevraagd naar uw vermogenssituatie. Dit is veelal spaargeld. Klik voor een toelichting op het vraagteken of neem contact op met uw gemeente. Stap 3. Hoe weet ik welk pakket bij mij past? U kunt uw huidige verzekering vergelijken met de gemeentepolis. Om te zien welk pakket het beste bij u past, maakt u gebruik van de keuzehulp. Vul in welke dekking u wenst bij de genoemde onderdelen. Het meest passende pakket verschijnt links in beeld. Stap 4. Aanmelding. Selecteer het pakket van uw keuze en klik op aanmelden. Vul de gegevens aan. Verklaar dat u de vragen over uw inkomenssituatie naar waarheid hebt ingevuld en druk op verzenden. Ondersteunt uw gemeente geen online aanmelding? Vul dan het contactformulier in. U kunt ter plaatse bij uw gemeente worden aangemeld. Stap 5. Bevestiging aanmelding. Heeft u een e-mailadres ingevuld, dan ontvangt u een aanmeldbevestiging via e-mail.